Inmiddels is het sportcomplex Olympia aangelegd met 7 velden voor voetbal, hockey, Amerikaans voetbal en een combinatie met cricket nog. Ook het complex voor Feyenoord voor de jeugd en de amateurs is aangelegd. Dit was eigenlijk de centrale weg door het sportcomplex heen en dat hebben we echt een facelift gegeven. Je ziet vaak dat sportcomplexen heel efficiënt zijn ingericht. Hè? Dus alle ruimte die er is wordt maximaal ingezet om de velden, de kantines, maar ook parkeerruimte zo goed mogelijk in te passen. Maar hier hebben we er juist voor gekozen om inderdaad een heel parkachtig geheel ervan te maken. Waardoor het ook echt prettig is om doorheen te lopen. En als je hier nu rondloopt, dan weet je niet wat je ziet. Dan is het gewoon al een indrukwekkende sportcampus. En hoe mooi is het dan niet dat je dat combineert met groene grond en bomen? De meeste bomen zitten er al in, maar achter mij staan er wat bomen die nog wat grond nodig hebben. Dan hebben we de wethouder gevraagd om symbolisch wat bomen te planten. Ja, wat ik mooi vind van deze dag is dat het een soort symbolisch moment is voor een verbetering voor IJsselmonde. En je ziet door de hele stad heen dat we in staat zijn om de ruimtes mooier te maken. En wat ik nu zie, dat is dat we voor IJsselmonde met het rondje Stadion Park, maar ook met het afmaken van Park de Twee Heuvelen en met deze sportcampers, dat IJsselmonde op een fantastische manier aan het verbeteren en aan het groeien is. Ik zeg altijd zo, ik ben echt tevreden als mensen eigenlijk niet kunnen zien dat wij hier aan getekend hebben. Dus dat het op een hele natuurlijke manier, een vanzelfsprekende manier, lijkt alsof het altijd zo geweest is. Als je hier inderdaad als bezoeker doorheen loopt, dat je ook gewoon zicht hebt op de sporters. En we hebben hier ook heel veel met hoogteverschillen. Hè. Die waren al aanwezig in het gebied. Hier zien jullie nog de oude buitendijk. Een dijkje wat er echt al eeuwenlang ligt. En juist ook die hoogteverschillen hebben we willen gebruiken om dat zicht op de sporters, hè, als een soort natuurlijke tribune ook in te zetten. En waardoor het ook gewoon aangenaam is om doorheen te lopen, ook als je hier niet komt om te sporten. Maar gewoon de bejaarde mevrouw die in een flat in IJsselmonde woont en ook even een vaarrondje wil lopen.